Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De wolken die over Nederland liggen, trekken langzaam in noord-noordoostelijke richting. Maar dat betekent ook dat de wolken boven België onze kant nog opkomen. Het is vanochtend dan ook grijs met van tijd tot tijd regen, waarbij de kans op neerslag het grootst is in een strook over het midden van het land van Brabant richting Friesland. Vanmiddag verplaatst die neerslag zich langzaam oostwaarts en dan breekt in het westen misschien af en toe eventjes de zon door. Ondanks dat er wolken en regen in het oosten zijn, is daar wel het zachtst met 15, lokaal misschien 16 graden en langs de kust een graad of 14. Vanavond wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog en klaart het meer op bij temperaturen van een graad of 10. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we een wisselvallig beeld. We beginnen de dag met een klein beetje zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking weer toe en tegen de middag begint het van het westen uit weer wat te regenen. Het wordt 12 tot 14 graden en de wind trekt stevig aan uit het zuidwesten. Ook donderdag nog een stevige zuidwestenwind met buiig weertype. Af en toe wat zon tussendoor en een graad of 10. Vrijdag wordt het alweer 12 graden, is de neerslagkans iets minder groot en tussen de buien door schijnt de zon vaker. Voor zaterdag een beetje hetzelfde weerbeeld met 13 graden op de thermometers. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.